In de vorige update video hebben jullie kunnen zien hoe ik met de nieuwe knokker Arte iedereen kapot maakte. Ja, die nieuwe knokker is echt veel te goed. Dat is wel overduidelijk. Mag je die video nog niet hebben gezien, zeker weten even checken. Maar vandaag kunnen we met de andere nieuwe knokker spelen die eraan zit te komen. Namelijk Willow. Willow is een mythische knokker die je natuurlijk gewoon kan vrijspelen door credits te krijgen. Dus niet in de Brawl Pass of zo. Het is gewoon een mythische knokker. En het chillen aan Willow is, of wat het goede aan Willow is, is dat je andere knokkers kan besturen met je super. En ik heb er nog niet mee gespeeld. Vorige video met RT had ik een paar potjes stiekem gespeeld van tevoren. Ik dacht, dat ga ik niet doen met Willow. Dit is de eerste keer dat ik ermee speel. En ik ben super benieuwd hoe Willow speelt. En of die ook net zo overpowered is als RT. Komt nog niet helemaal goed uit mijn woorden. Maar dat komt vanzelf helemaal goed. Maar als jullie zin hebben in deze video, doe even dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Maak je ook meteen kans op de Bull Skin. Dat is een giveaway die ik mag doen. De winnaars daarvan komt pas trouwens over een week. Of kan de game pas over een week bekendmaken of zo. Omdat ik dan pas die codes gestuurd krijg van Brawl Stars. Dus de winnaars moeten nog even op zich wachten. Maar dat zorgt er wel voor dat jullie nog steeds kans maken om mee te doen met de giveaway. En vergeet natuurlijk niet de code Bows in Brawl Stars in te vullen. Support je deze jongen ook een klein beetje mee. En dat helpt natuurlijk wel voor de giveaway. Dus wordt gewaardeerd. Maar laten we maar beginnen. En dan gaan we even eerst kijken naar de gadgets en sterrenkrachten van Willow. Gewoon even een beetje een idee krijgen wat deze knokker doet. En wat de gadgets en sterrenkrachten zijn. Willow's volgende baasaanval brengt 500 extra schade toe. En de schade wordt meteen veroorzaakt in plaats geleidelijk aan. Oké, want Willow is namelijk een thrower. Voor degene die de Brawl Talk niet hebben gezien. Het lijkt wel een beetje op Barley. Maar in plaats Barley doe je natuurlijk een splashje. En dan doe je langzamerhand damage. Als je met Willow iemand raakt, dan doe je net als Crow geleidelijk aan damage. Dus je doet bij de hit doe je damage, maar daarna doe je volgens mij nog 3 of 4 keer ook weer damage. Dus dat is wel heel nice, maar deze gadget zorgt ervoor dat je al die damage in één keer doet, plus nog 500 extra. Dus dat is wel overpowered. Dan doe je denk ik vet veel damage in één keer. Gaan we zo meteen even kijken. Eerst even naar de tweede gadget. Willow duikt gedurende 2 seconden, waardoor ze niet geraakt kan worden, maar ook geen acties kan uitvoeren. Ga je dan ondergrond? Daar ben ik heel benieuwd naar. Gaan we ook kijken. Oh, dit is echt een gadget waarvan ik denk, hoe zou dat eruit zien? We gaan even kijken naar de sterrenkrachten, want de gadgets hebben we dus nu gehad. Nu de sterrenkrachten. Willow's baasaanval vermindert ook de herlaatsnelheid van getroffen knokkers met 25%. Oké, dus op het moment dat iemand, zeg maar, vergiftigd is door Willow, dan kan hij 25% minder snel herladen. Dat is heel irritant. Dat is maar niet echt een mega verschil. De volgende vervloekte vijanden bewegen 75% sneller onder de controle van Willow. Oké, dus als jij je super op iemand hebt ingezet en je hebt die knokker overgenomen, loop je 75% sneller. Ik denk dat deze sterrenkracht veel beter is. Denk ik hoor. Maar dat gaan we natuurlijk checken in de loop van de tijd. Eerst ga ik even met de eerste gadget spelen en met de eerste sterrenkracht. Dat zijn de eerste dingen die ik ga doen. En die gaan we dus even testen. En dan beginnen we met de potje solo showdown. Oh, er is hier meteen iemand volop een aanval. Je doet dus niet, je moet echt iemand meteen raken met je hit. 600, 600. Dus je doet dus de hele tijd 600 damage op het moment dat je Willow redelijk hoog hebt qua level. Maar het is inderdaad een beetje als Barley. Maar het plasje wat je doet op de grond, dat blijft dus niet liggen. Dus dat is wel een klein nadeel. Hij gaat denk ik nu wel dood. Oh nee, nog steeds niet. Oh, die Penny gaat nu dood door het gif. Oké, we hebben nu een kill gemaakt. Maar ik wil eigenlijk, zeg maar, mijn super krijgen. Want daar ben ik vooral benieuwd naar hoe die in elkaar zit. En mijn gadget. Je gadget laat je achter op de grond. Oh nee, dat is trouwens niet het geval. Dan doe je 2400 damage deken in één keer. Dat is echt insane. Oké, ik ben nu helaas dood gegaan. Maar dat is niet normaal veel damage wat je doet met die gadget. Dat is echt ziek. We doen nog even nog een potje. Want ik had het nu nog niet helemaal goed door hoe alles nou precies werkt. Ik ging net iets te snel door. Dood. Zometeen doen we even een andere map met de andere sterkracht en met de andere gadget. Dan gaan we die eventjes uittesten. Maar ik denk dat Willow nu, ik er één potje mee heb gespeeld, niet de allerbeste knokker gaat worden in het begin. RT had ik echt zo'n idee van, die is echt veel te overpowered. Maar bij Willow heb ik dat toch wel iets minder. Ook om het simpele feit dat je niet meteen damage doet. Kijk, als jij iemand raakt, je doet gewoon geen damage. Ja, dat komt in de loop van de tijd. Dus als ik zo iemand hier hit, dan krijgt hij nu pas langzaam wel damage tegen. Kijk, geen damage. En nu pas krijgt hij zijn eerste damage tegen. En het is ook niet dat je belachelijk veel damage doet of zo. Het is natuurlijk wel irritant dat je in de loop van de tijd damage tegen krijgt. Maar het is niet belachelijk veel. En ik weet ook niet of het nou zo supergoed is.
Moet hier even uitkijken. Oké, dit was niet heel tactisch. Nee, dit was weer veel te aanvallend gespeeld van mij. Oké, de gadget hebben we in ieder geval goed kunnen testen. En de sterkracht, ja, dat hij iets minder snelheid laat. Dat kan je eigenlijk nauwelijks zien. Dus ja, dat zal wel zo zijn. Maar dat kunnen we eigenlijk nauwelijks echt goed testen. Dus we gaan even de volgende testen. En dat is op het moment dat je super hebt ingezet. Dat je iemand onder controle kan nemen. En dat hij dan sneller gaat lopen. En de tweede gadget lijkt me ook nice. Dat je even onder de grond kan schuilen. Doen we even andere solo showdown map. Daarna gaan we trouwens even 3 versus 3 spelen. En knokbal, want dat is natuurlijk denk ik een betere map voor Willow. Ik denk dat Willow vooral een knokker is die in 3 versus 3 game modus gaat gebruiken. En absoluut niet een solo showdown. Maar het is wel voor het testen van de knokker voor nu eventjes makkelijk. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan zo meteen dus eventjes onder de grond zitten. Oké, die Jean die heb ik nu geraakt. Kom dan Jean, jongen. Ik pak jou. Oké, ja, top. Dan hebben we hier. Ik denk dat die gadget trouwens wel nice is, hoor. Oké, die B die hebben we ook wel. En die Jean hebben we ook. Ja, ik vind het echt irritant dat ze in het begin die eerste hit geen damage tegen krijgen. Want dan kunnen ze ook nog weglopen op het moment dat je ze hebt geraakt. Oké, die M's. Ja, dit zijn even 2 goede hits. Ik wil namelijk mijn super krijgen. Maar ik kom er trouwens ook al achter dat je niet normaal veel damage moet doen. Wil jij je super krijgen? Dat is echt belachelijk gewoon. Oké, kunnen we hier even damage doen? Oké, er is alleen nog een Frank. Maar die kan hier niet door de muurtjes heen. Dus dat is wel chillen. En die muurtjes is er echt perfect voor Willow. Maar we kunnen even... Ik wil mijn super eigenlijk inzetten. Kan ik dat hier nu doen? Ja, dan kunnen we dus nu die Frank overnemen. Oh, yo, check hoe bruut dit is. En je kan dus gewoon aanvallen. Oh, nu moet ik uitkijken. Dat is dus wel heel eventjes kan je die Frank dan overnemen. En dus door die gadget... Oh nee, door die sterkracht die ik heb, loop ik ook nog sneller. Insane, echt ziek nice. Maar we gaan eventjes knokbal doen, want de gadget heb ik nog niet echt goed kunnen testen. En ik denk in knokbal is dit gewoon een net wat betere knokker. Doen we even met een aantal muurtjes wel. Nou, ik vind deze wel leuk. IJzeren Gang is volgens mij ook weer een nieuwe map. Er zijn trouwens ziek veel nieuwe maps bijgekomen. Dat is echt niet normaal. Heel veel maps zijn ook aangepast met van die muurtjes die je niet kan verslaan. Dus dat is wel leuk. Heel veel nieuwe elementen in Brawl Stars als je het gaat spelen. Maar we gaan eens kijken of we hier nu even iedereen kunnen slopen. En nu is een knokker overnemen natuurlijk ook vet handig. En dit is ook chill, want zo'n Frank kan hier natuurlijk niet de boel kapot maken. Maar Willow is echt geen knokker die je wil hebben achterin als hij moet verdedigen. Want hij doet totaal geen damage. Echt totaal niet. En mijn gadget had ik net eigenlijk kunnen inzetten. Maar ik ben vooral benieuwd op het moment dat ik zeg maar mijn super inzet. Hoe dat zit nu in elkaar zit. Ja, oké, nou daar heb ik nu een kill gemaakt. Dus dat is mooi. Ik wil nu eigenlijk een van die knokkers overnemen. Hier, ik ga jou overnemen. Oh no, dan kan ik die bal niet meer pakken. Maar je kan op die manier wel ervoor zorgen dat hij natuurlijk niet meer gaat aanvallen. Dat is wel een chillen. Oké, hier even uitkijken. Hier even hier wat damage doen. Ja, en ik kan hem nu even veroveren. Oh shit, ik wou mijn super inzet. Ging niet helemaal goed. Die Frank die ga ik alsnog killen. Ja, inderdaad. Dus dat is chill. Ik wil eventjes iemand veroveren. Een van die knokkers. En dat ik dan er dan echt goed mee kan spelen. En die gadget zet ik ook te weinig in. Oké, dus dat betekent als je die gadget inzet. Dat je echt gewoon heel even. Hier kan ik aanvallen. Hier aanvallen. Oké, nu ben ik dood. Oké, je kan dus gewoon een knokker veroveren. En dan gewoon mee aanvallen. Dat is genial. Ik weet alleen nog niet zo goed wat ik van Willow nou moet denken. Ja, ik vind Willow nou nog niet de allerbeste knokker. En dit gaat allemaal net goed. Gaan we die kunnen killen? Ja, nu wordt hij gekilled. Maar dat duurde ook allemaal eventjes. En ik ga nu dood. Oké, we overleven dit allemaal nog maar net. Maar voor trouwens zijn die muren trouwens die niet kapot kunnen gemaakt worden echt vet goed. Dat is echt niet normaal. Ik kan hier even mijn super aanzetten. En dan gaan we hier even die Frank mee aanvallen. Oh, donders. Oh, nu ga ik alsnog dood. Moet je dan je schot inhouden? Ik wou auto-aimen als Frank zijnde, maar dat ging niet helemaal goed. Maar nu krijgen we de goals nog tegen. We hebben verloren van bots. Dat is echt niet normaal. Ik denk dat Willow niet bizar goed is. Maar we gaan nog even een potje duo doen. Want Willow doet van dichtbij eigenlijk compleet geen damage. Dat is echt niet normaal. En het heeft ook geen gadget waarmee je eventjes ervoor kan zorgen dat je een shield krijgt of zo. Deze gadget zorgt er wel voor dat je eventjes onder de grond gaat. Maar als je een knokker hebt die van dichtbij sterk is, die gaat gewoon eventjes van afstand dan staan. Of die blijft gewoon staan op de plek. En dan vervolgens kan die je natuurlijk alsnog makkelijk killen. Oké, die search kan ik die pakken. Ja, kom maar op jongen. Ik pak jou. En heb ik hem? Ik heb hem. Ja, inderdaad. Nice. Weet je wat?
Ik ga zo meteen proberen. Ik ga even wachten totdat die search terugkomt. En dan ga ik dan proberen... Oh, daar is zijn teammate. Die is ook wel redelijk sterk. Maar dan ga ik dan proberen één van de twee over te nemen en dan de andere te killen. Maar dan moet ik eerst even mijn super krijgen. Dus dat moet ik eerst even doen. Ja, ik heb een... Oh, ik ben nu dood. Ja, die RT. Kijk, dat is echt een goede knokker. Ik heb bij Willow dat gevoel nog niet echt. Dat is niet normaal. Maar ik ga proberen die RT zo meteen te veroveren. Of die search en dan die andere te killen. Dan moet mijn teammate leven blijven. Ah, het is Swiss top. Maar dat gaan we even doen. Ik ga proberen, zeg maar, een team of een hele sterke knokker in duo over te nemen. Want dat is natuurlijk wel het goede. In solo showdown, duo showdown, kan je een sterk iemand overnemen. En dan vervolgens met die sterke genen de rest killen. Ik denk dat het wel een goede tactiek is. Dus ik ga even een paar potjes geconcentreerd voor mezelf spelen. En even kijken of dat gaat lukken. Oké, ik ben ondertussen al heel veel potjes bezig om een knokker goed te veroveren. En dan vervolgens andere knokkers daarmee te killen. Het is veel moeilijker dan dat je denkt. Echt waar. Het idee en het concept is leuk dat je andere knokkers kan veroveren. Het wil echt niet zo makkelijk. Ten eerste is het echt een pokkenwerk om je super te krijgen. Je moet ziek veel damage doen bij knokkers om je eenmaal je super te krijgen. Gaat mijn teammate daar dood? Ja, die gaat daar dood. Ja. Oké, maar dat is dus al het eerste probleem om überhaupt je super te krijgen. En dan vervolgens ook nog een knokker goed te veroveren. Het is echt lastig. Ja, het is veel lastiger dan dat je denkt. Oké, die Edgar. Oké, top. Dan kan ik hem nu veroveren. En die gadget kan er wel voor zorgen, stel die Edgar jumptopje, dat je eventjes jezelf kan verdedigen. Nou, top. We hebben nu 5 krachtpunten. We gaan nu even kijken of we ergens een knokker kunnen veroveren. Ik ga naar het midden en dan ga ik gewoon zo snel mogelijk mijn super indrukken. Ik zie dat hier een Sam is. En als we die veroveren, dan hebben we een Sam van 7 krachtpunten. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wel ervoor zorgen dat ik dat ga raken. Want als ik het mis, dan heb ik er ook niks aan. Nee, oké, dit is een beetje shit. Maar gaan we hem nu wel hebben? Ja, ik heb hem gewoon. Oké, dan gaan we alsnog kijken of we dit potje kunnen winnen. Maar het valt echt vies tegen. Oh, daar is die Edgar. Kunnen we even kijken of we hem kunnen hebben. Als hij op mij gaat jumpen, ga ik mijn gadget inzetten. Kijken of dat gaat werken. Maar ja, het is een bot, hè. Dus die zijn altijd een beetje onvoorspelbaar. Nou, we hebben een potje gewonnen. We doen nog één laatste potje om proberen een tegenstander goed te veroveren. Anders win ik het best geweest. Ik heb echt veel potjes geprobeerd. Maar het wil gewoon niet lukken om het goed te doen. Maar ik moet mijn super dan natuurlijk wel raken. Maar het is lastiger dan dat je denkt. Oké, het is nu showdown. Nu moet het dan gaan gebeuren. Ik wil nu de knokker veroveren. En dan die teammate mee killen. Ja, dat gaan we kijken of dat gaat lukken. Ja, we zijn nu niet al primo. We gaan nu hier die andere aanvallen. Ja! Oké, vervolgens als je die sterkracht trouwens oppakt, dan heb je vervolgens wel, zeg maar, de sterkracht voor eigenlijk je vijanden gepakt. Maar dit is wel nice. We hebben gewoon die El Primo, zeg maar, veroverd. En dan vervolgens de teammate mee killen. Ik ga het nog een keer proberen. We hebben nu de smaak te pakken. Moet ik eerst weer even mijn super krijgen. Gelukkig heeft die El Primo veel levens. Dus dan kan ik misschien wel mijn super krijgen. Even zorgen dat ik weer wat levens erbij krijg. Ja, en dan kunnen we weer een aanval doen. Oké, dan heb ik nu mijn super. Dan gaan we nu eens kijken of we de Squeak kunnen veroveren. Oh, dan moet hij niet zijn super inzetten. Want dat is irritant. Ja, of we gaan weer die El Primo veroveren. Dat zou misschien ook kunnen. Dat zou wel een leuke zijn. We gaan gewoon die El Primo weer veroveren. Oh, dat lukte nu niet. Oké, kijk. Dus dat schot die je schiet om met je super, je moet echt wel goed mikken. Want als je een beetje mist, je zit al heel veel helemaal naast. Ja, oké, die Squeak, waar gaat hij nu heen? Die gaat nu sowieso wel dood. Ja, inderdaad. Oké, nou, het kan leuk zijn, maar ik weet niet of het de meest overpowered super is. Ik moet het gewoon nog net wat beter onder de knie hebben. Maar ik denk wel dat die leuk kan zijn en dat het goed kan werken. Ik denk dat het wel een knokker is die goed is voor hele ervaren spelers en niet voor beginners spelers. Ja, ik denk dat het wel pittig is om voor beginners om deze echt hoog te krijgen qua trofeeën. Maar misschien dat de echte pro's hier geen moeite mee hebben. Maar we gaan erachter komen. Eén ding weet ik wel zeker. Ik vond RT wel beter. Ja. Maar ik laat het erbij. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Checkbouse.nl voor de Bouse Army kleding.